Welkom iedereen bij de held van de verkoudheid. Ja, ik ben nog steeds. Vandaag de bos. Kume, Kutake en Iron... Heel veel Iron Knuckles. Waarom hebben we hier een cutscene? En ergens nog, ze worden hier pas geïntroduceerd, wat ik nog heel erg vind. Doe maar niet. Jij ziet er anders uit. Waarom heb jij het symbool van een tempel? Oh, fijn, dit is dus niet de final boss. Ja, ik kan ook maar makkelijker uitmaken dat het niet de final boss is, omdat... Holy mother of god, deze gozer is weer fucking leuk. Ik ga gewoon... Ah, fuck, ik wil een blindside weer. What the? Ah, bullshit. Ik call bullshit op die. Hij raakte me niet eens. Ja. Ah, shit. Ja, deze gos is een van de heeft een van de makkelijkste patronen. Alleen, ik krijg hem niet voor elkaar. Shit. Het lijkt alsof er een beetje soms tijd tussen zit. Dan... Oh, geen tweede vorm. Oké. Maar even. Zag ik nou goed? Naboru? Ah, fijn. Fijn. Dit is het leukste als je Majora's Mask kan voor elkaar krijgen om de game te hacken. En dat in iedere Iron Knuckle hupplepup zit. De Bora. Best wel geinig. Ja, dit is het leukste. Nou kunnen ze mind control doen, maar ze doen het niet op mij. Iedereen sterft. Leuk. Oh, je bent nog niet achter wat hun zijn. Hun zijn echt de final boss. Het probleem is, ik heb heel veel health verloren en ik heb nog één vee. Dus dit kan verkeerd uitpakken. Maar dan kan het goed uitpakken, wie weet. Oh fijn, ik moet daar gaan staan, anders triggert de fight zich niet. Stom. Look at that stoel. Yeah. Mooi niet. Ik ga jullie killen. Ik dacht verder voor... N64 standards is dit wel goed. Ik geef toe, het heeft atmosfeer. Waarom doen ze het niet voor de rest van de game? Dat snap ik niet. Een ziel en een bot. Oké. Dit zijn Kume en Kutake. De vuur en de ijs. Heks. Oftewel, Twin Rova. Persoonlijk... Deze battle is niet heel moeilijk.
Spring gewoon op een van die platformen en is het goed. Ah, kom op zeg. Oké, dat is gewoon flauw. Oké, ik ga wel op platform staan als we op zo'n manier gaan doen. Oké, ga in de hoek staan. En ja, de bedoeling is eigenlijk hun stralen tegen elkaar laten botsen. Dat is gewoon de bedoeling van deze fucking fight. Alleen ik ben een beetje aan het falen. Ja, ik heb nog niet echt geluk daarmee. Oké, kom maar. Ja, ik krijg niet voor elkaar om goed te mikken hiermee. Vergeet niet, ik heb ook problemen met dat kleine dingetje. Met dingen zoals de Sunsong heb ik ook problemen. Niet Sunsong. Ah, fuck jou, blindsiden. Dat is gewoon flauw. Als ik moet mikken met licht is het ook een drama. Maar dit is helemaal een drama, want ik heb echt een gevoel voor die dingen. Ja, Twinrova is een hele leuke boss. Het idee is leuk. Torje moet gaan mikken. Want en mikken krijg ik gewoon niet voor elkaar. Ik kan wel zeggen, ja, je hoort die L-target, maar dat maakt het niet makkelijker. Eindelijk een keer geraakt. Jezus. Ik had voornamelijk horen op het geluid. Net zo, een mooi voorbeeld hiervan is Sonic 06. Ik zeg focus op geluid. Wauw, die probeerde ik niet eens. GG. Ik kan het geluid wel horen, dus op zich je kan constant gaan draaien en dan gaan mikken. Is een mogelijkheid. Dat was ineens in de buurt, man. Echt. Oeps. Ah, kom maar hier. Ja, daar kom ik niet eens bij. Dat was uit mijn range. GG. Ik heb ook geen idee hoe vaak je ze moet raken. Voor mij 3 keer voor 1 of beide 6 keer. Dus uiteindelijk gewoon 6 keer hit is het goed. Ja, oké, daar wil ik niet eens bij komen. Dit kan een hele lange fight worden.
Als je het slecht doet, dus wat ik nu doe. Of als je weet wat je doet, dan kan het een hele korte fight worden. In mijn geval wordt het even een lange fight. En nou fuseren ze samen. Double Dynamite Attack. Zeg hallo tegen Twin Rovas normale vorm. Als ze iets kleiner was geweest, was ze wel hot geweest, anders nee. Hoe deze fight werkt is simpel. Absorbeer drie van dezelfde vaardigheden en ik heb het goed voor elkaar. Dus drie keer ijs. En ik kan op haar mikken. Ah, fuck, sorry. Kijk, het mooiste moment waar je dat kan doen is wanneer ze niet daar staat. Hier kan je wel mooi targeten. Dat is ook veel beter. Oké. En nog één keer, kom op. Eén keer vuur. Ja, dat was niet de bedoeling. Word je geraakt, verlies je ook je vaardigheid. Dus ja, mag ik opnieuw beginnen. Oké. Ik laat maar gewoon de camera compleet uit zichzelf draaien. Is denk ik veel beter. Waarschijnlijk moet je ook gewoon jumpen, maar ik heb even geen idee hoe dat precies moet. Voor mij is het drie keer hetzelfde element of het varieert. Ik heb geen idee. Ja. Deze vorm is makkelijk eigenlijk. Maar het enige wat je moet doen is ontwijken en zorgen dat je de juiste vaardigheden constant hebt. Dus op zich valt dat nog wel mee. Mooi. Ik weet ook of pijlen werken. Dan wil ik op zich nog wel uittesten. Want het zou wel geinig zijn. Oké, twee Rova, volgende. Dank u. Volgende. Oké, volgende. Ah, ja, dat was niet de bedoeling. Oké. Doe maar rustig, neem rust je tijd. Glif niet de hele tijd, want ik wil graag ook nog winnen. Want ik denk dat er gewoon drie hits is en dan is het goed, maar ik kan het ook verkeerd hebben. Ah, fucking hell. Ja, pijlen werken niet. Fuck, sorry. Oké, dus je moet rustig je tijd nemen, dat is alles. Ze wacht lang, dus dat is een voordeel. Ik ga wel focussen op het vuurelement. Want volgens mij is dit de laatste ijs of gaat ze nou naar vuur toe, hè, van twee, ja. Volgende patiënt, kom maar op. Eigenlijk,
Ik heb al gezegd, dit is niet moeilijk. De eerste fase is moeilijker dan deze. Ah, oh, mooi. Nee. Ah, kom. Op zeg. Dat was gewoon bullshit. Dat was ijs, dus ik ga weer focussen op vuur. Kom maar op, hup. Of wat, nu pas op. Het teken van de schild staat voor communisme. Wauw. Je weet wel, de maan en het sterretje. Of nee, niet communisme, iets anders. Ik weet het niet meer, ik had dingen door elkaar. Alsjeblieft, help even daarmee. Subscribers, please help. De maan en sterren, waarvan is dat ook alweer? Misschien, er was een geloof? Kon ook nog. Ah, kom op. Nee, Link. Nee, dit bootje. Ja, Link is niet deze fight zo leuk zijn geweest als er gewoon één platform was geweest. Maar dan zou deze fight veel makkelijker zijn. Dan kon je een beetje vergelijken met Goma. En niet moeilijk. En dan kon je gewoon doormappen. Want nu is voor mij al de derde of vierde keer dat ik niet echt een goede damage door heb gedaan. Misschien één hit of zo. Kom op. Ah. Fucking hell zeg. Is daar echt geen betere manier voor? Moet ik Z-Target loslaten en dan springen? Maar volgens mij kan Link het wel springen. Dat weet ik zeker. Vlak op dat hij zijn tempo ook even laat zien dat hij verder dan dat kan springen. IJs? Nee, 6 vuur. Please, ijs. Please, ijs. Ja, dank u. Kom maar door. Ja, zie je, dit is de hele fucking battle. Gewoon wachten. Stilstaan. Er zijn geen threats. Het is geen Vovagia. Waar stenen uit de grond komen. Ja. Oké, op die manier moest ik gewoon doen. Niet zien targeten. Mooi dat ik dat nu weet. Ach ja, maakt de fight nog waarschijnlijk wat makkelijker. Bam. Oké, nog één keer. Wees nou heel lief en doe nou één keer. Dank u. Ja, kom op. Ga gewoon dood. Dank u. Bobbylicious. Doodoo. Oh, hallo, waar zijn jullie bezig met stelen eigenlijk? Wacht even, we gaan naar de hemel toe. Oké. Geen probleem. Oké, doei.
Nee, we zijn tweelingen, toch? Ja. Oké, klaar. Hij lijkt net eenden. Veel plezier. Oké. Even een moment in iets te doen. In het portaal. En nu wordt het steeds bevrijd. Alleen op zich redelijk snel. Voor blind? Ja, redelijk. En de Buru is de laatste. Beetje overduidelijk, ze werd net geïntroduceerd. Wat ik niet snap is waarom zij dan de Sage is. I was brainwashed by those old witches and used by Ganondorf to do his evil will. Oké, kan je mooi doen. Ja, is goed. Nee, de held van verkoudheid. Ik moet het echt niet meer doen met mijn stem. Is een dom idee. Het Yin Yang symbool. Mooi idee. Pas wel. Pas wel met ziel. Het is het zielenteken. If only I knew you would become such a handsome man. Ah, cute. Ze willen met ons naar bed. Oké. Welke promise? Ik weet niet eens meer. Wil de oude man zich alsjeblieft weghalen van het veld? Dank u vriendelijk. Oké, gaan we naartoe. Worden we naartoe gewopt? Nee, oké. Dat is dat voor de volgende part. Ik hoop dat je genoten hebt en ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!